Hoe, hoe, als, oh, Thomas, eerlijk antwoord. Als, jou, als, we, als we nu naar de start van de, de tour-etappe van vandaag in Boertal zouden rijden. Ja. We, we, zetten Zijn, te, we, zitten, we hebben vannacht geslapen op die camping. Ja, we, de zijbaan. We, 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 we zetten jou daar neer. Ja. Jij moet eventjes vandaag um, Florio Vermeers vervangen bij Lotto. Ja. En dan, beetje hetzelfde uh, niveau. Beetje hoe, hoe zou je dan. Oké, okay, we gaan hem even opbouwen. Zou je dan. Eerlijk antwoorden uh, Zou je dan uitrijden op een etappe als vandaag? Als ik vandaag fris... Ja, helemaal fris. En gewoon goed, echt tot een nokvol met de havenmout. Je dacht dat ik iets anders ging zeggen, maar gewoon echt helemaal... gewoon vandaag. Hè? Dus niet van, als ik had geweten... Ja, dat, ik heb dus gewoon... ook nog frisse benen vergeleken met die ja, anderen. Ja. Dan zou, zou ik je... uitrijden. Ja. Um, zou, je, zou je iets kunnen doen? Of nee. uitrijden, echt nee. het, uh, het, het nee, hoogste houdbare? Ik zou niets zeg maar. kunnen doen. Okay. Wat zou, je dan, wat, zou je dan, wat zou je dan gaan doen? Hoe zou je dat aanpakken? Ik zou eerst uh, voor de start uh, met, echt met iedereen op de foto gaan. <laughs> ja, ja. En uh, ik zou het echt in me opnemen en genieten. Ja. En dan zou ik in de neutralisatie gelijk naar voren rijden. Dan kan ik allemaal een beetje afzakken, afzakken, afzakken. En uh, ja, dan zou ik toch wel even met heel veel mensen een praatje gaan maken. En, en, en sportief gezien, zeg maar, um, prestatief gezien, hoe zou je het aanpakken om de kans te vergroten dat je uitrijdt? Of is dat eigenlijk geen... Dat is dus in die neutralisatie al begonnen, dat ik daar van voren start. Ja, ja Dan kan ik me een beetje er doorheen laten zakken. 193, 193 ja. kilometer lang. En dan zoek ik Caleb Hewen op. En wat ga je dan doen met Caleb En ja, die rijdt een gezapig tempo als het heel zwaar gaat. Oh, zo bedoel ja. je, ja. Dus dat wordt je marker dan? Ja. Michael Morkov. Ja, en hij heeft nog de illusie dat hij vandaag kan winnen. Ja. Je weet dat, dat Caleb Ewan uh, een vrij, is. vrij weinig draft voordeel van hebben. Ja, daar rijden vrij grote mensen om hem heen. <laughs> ja, dat is wel waar, ja. 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 Dan zou je lekker achter Brent gaan zitten of zo. Brent ja. van Moers. Zo. En Brent zou af en toe ook wel omkijken of, ik, of hij al een metertje uit de kant rijdt dat ik goed uit de wind zit. Maar dan krijg je dus op, op een gegeven moment, krijgt Brent die toch conscience heeft om Ewan uh, te verzorgen, zomaar. Ja. Zeg maar maar hey, ik weet uit betrouwbare bron dat Brent ook naar de podcast luistert en ook wel... Uh, Fan is van, uh, van uh, TD, dan krijg je dus op een gegeven moment het, uh, de keuze voor Brent. Van, ja. Moet hij nou, nou jou escorteren naar de finish? Ik denk als of Brent, moet hij kiezen voor Juwen? Als Brent Juwen uh, uh, goed aankijkt in zijn ogen en hij kijkt mij aan, dan is het wel duidelijk dat dan, hij bij mij blijft. Juwen dan, dan, dan zei dat het in orde was. Ja, precies. Ga maar lekker met Thomas mee. Ja. Nou, mooi. Zo we het is over de etappe van vandaag hè? Het was een mooi gedachtexperiment. Carcassonne, -ca toch, vandaag? Carcassonne. Nee, mande. <laughs> <laughs> we moesten het echt even checken, hè. Ja, ja we zitten nee, van... Het is echt wel een traditionele saint aankomt. aankomst Vrijdag 15 juli. Dag 14 van deze Tour, etappe 13. Ja. Volg je het nog? Uh, een vlakke etappe, soort van, daar kunnen we zo meteen over discussiëren. 193, 193 kilometer. Uh, als je nu 100 ballen hebt. En je hebt twee bakjes voor je liggen. En je moet die ballen naar waarschijnlijkheid verdelen over die twee bakjes. En het ene bakje is een sprint, en het andere bakje is uh, vluchters winnen. Uh, hoeveel ballen gaan er dan in welk bakje? 80 naar sprint en 20 naar vluchters. Oké. Okay. Mag ik dit even duiden? Ja, dat mag jij zeker, jongen. Om dat te duiden. Kijk, er zijn een aantal uh, ploegen die vandaag een belang hebben, of althans denken dat ze een belang hebben, om het een sprint te laten worden. Uh, Jumbo Visma heeft de grote favoriet. Uh, ook Wout van Aert doet af en toe een jasje uit, maar die is in, uh, misschien wel de beste renner van het peloton. De meest complete bergop, bergaf, sprint, tijdrit. Hij kan eigenlijk alles. Alleen Jumbo Visma is vandaag niet in de luxe om uh, deze hele... Uh, Groep renners uh, bij elkaar te gaan houden. Want uh, Parijs is uiteindelijk nog uh, ruim een week voordat ja, ze daar zijn. Het gaat wel heel veel energie dat kosten. Dat gaat heel veel energie ja. kosten en dat, en dat kan eigenlijk niet. Maar ze hebben het voordeel dat er natuurlijk een aantal renners. Dan hebben we uh, het over bijvoorbeeld een Jacobsen die de illusie heeft om vandaag uh, te kunnen gaan sprinten. Een Groenewegen, maar Groenewegense ploeg heeft dan altijd nog een Matthews achter de hand. Een sagan die kort kan gaan zitten. De enige kans van slagen vandaag is dat het geen uh, grote groep uh, wordt die gaat ja. sprinten. Is dat er vandaag een aantal renners wakker worden met behoorlijk vermoeide benen. En het misschien best wel snel goed vinden dat er een kwalitatief grote groep weg gaat rijden. Ja. Nou, als ik vandaag dan in de ploegleidersauto zou zitten bij een quickstep. Uh, bij een Alpecin Phoenix met een Jasper Philipsen bijvoorbeeld. Uh, Jumbo die het gewoon kort moet houden. En voor Jumbo is het ook gewoon fijn als er misschien niet 15, 20 man voorop rijdt. Uh, als er vandaag een groep, 5, 6, 7, max 8 wegrijden. en je ziet dat ze die redelijk kort gaan houden van het begin af aan. dan is er dus een kans, dus die 80-20, ja. dat het een sprint gaat worden. Ja, dus het, moet het, als er vandaag een, dus het gaat geen sprint worden als de echt een grote groep weg gaat lopen. Nee, en er is een verstandhouding in die groep en uh, ze pakken in één keer best wel veel minuten. Ja. Dan gaat niemand denken van uh, we gaan dit moeten dichtrijden. Uh, de, kijk, de laatste twee dagen, dat is ruim 8500 verticale meters geklommen. Uh, nou ja, twee dagen geleden was het de oorlog. Uh, gisteren heeft het ook lekker ingehakt. Uh, maar er gaan een aantal renners gewoon klaar zitten. De Mollema gaat vandaag gewoon frisse benen hebben. Ja. Uh, mocht hij niet ziek zijn, mocht, gewoon, mocht hij 100% uh, gezond zijn. We gaan het vrij vroeg zien al, of ze het gaan halen of niet. Dat is de omvang en de kwaliteit van de. Groep. Voor de mensen thuis vandaag gaat de start uh, eigenlijk alleszeggend zijn. Dus uh, ik weet niet uh, of dat de mensen nog überhaupt werken in de maand juli. Of dat ze gewoon allemaal vrij hebben genomen en zeggen: van dit jaar ga ik maar niet op vakantie met de kinderen. Want ik heb drie weken Tour de Frans gekeken. Mocht dat het geval zijn, of mocht je een snipperuurtje kunnen nemen, zou ik vandaag, uh, op het moment dat de etappe gaat starten, dat kan een, een kort en intensief uh, momentje zijn, maar uh, dat gaat denk ik wel een uur, anderhalf, max twee uur zijn dat deze renners vandaag gaan koersen om uh, in de vlucht te gaan zitten. Ja. Begin gaat, uh, gaat, uh, gaat leuk zijn ja. of gaat interessant zijn. Misschien wel het meest interessante deel van het parcours uh, van, de, van de dag. Het parcours overigens, toch nog 2000 hoogtemeters, Twee keer de derde categorie, één keer in de tweede categorie. De Col de Parmenie, 5,1 kilometer A 7%. Maar daar zitten een paar zware kilometers tussen. Ja. Die zit op. Maar ja, 5,1 kilometer, 5,1 kilometer of 5 kilometer, 7,1 procent. Ook al is hij heel steady, dat is gewoon uh, een, een serieuze klim. Ja hè? Ja. Oké, okay, nou. want dat is misschien het interessante aan dit parcours. Gaat het 20 kilometer richting saint Ja. vals plat omhoog. Dat is ja. wel echt zuigen. Zeker, en zeker wat ik net in het begin vertelde. Als het, als het een wilde start wordt, wat het waarschijnlijk gaat worden, dan uh, zijn op dat soort stroken, dan lopen de benen, die zijn een paar keer volgelopen en daar herstel je niet van. Ja. Uh, dus dat, die 20 kilometer is dan altijd gewoon duwen, trekken, duwen, trekken. Trekken. Dus dan is er eigenlijk niet een momentje dat de druk van de benen komt. 2019 won, uh, won Thomas de Gente. Ja. Hoe, uh, dit is in principe geen etappe die, waarvan we zeggen: over vijf jaar kunnen we die nog zo. Dit gaat geen etappe zijn. Of mollema moeten winnen. Of precies, nou, dat was eigenlijk mijn vraag: hoe kunnen we nou zorgen dat ook een dag als vandaag legendarisch wordt. Wat moet er dan gebeuren? Dat gaat met de winnaar te maken. Uh, uh, bijzondere klassementrenners moeten vandaag uit koers gaan. Of door een valpartij of door een, een pechmoment. Uh, of er moet een rennen winnen waar wij uh, iets mee nee, hebben die aan, aan ons mee. hart ligt. Ja. Maar over het algemeen uh, is er eeuwige roem te verdienen. Maar zijn dit wel uh, een van de, uh, van de uh, is een soort etappen ja, die vaak Vergeet snel wordt. vergeten wordt. Ja. 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 Oké, okay, we, we gaan met de billen bloot. Ja, nou trek Maar laten we, <laughs> laten we twee pillen bloot doen. Ja. Eén is, wie wint er als het een sprint wordt? Eén naam. Van aard. Zo. Wie wint er uh, als, uh, als de vluchters vooruit blijven? Magnus Kort. Je wint er altijd gelijk een paar, hè? Dus het is helemaal niet raar. Zonder bronnen te verhullen, ik ga toch ook even een duit in het zakje doen. Ik noem, geen, ik noem geen namen, maar we hebben spionnen. En de spionnen van onze spionnen. Die hebben ons gemeld dat bepaalde renners van Wanti, Couper Intermarché vandaag hebben aangekruist. Ja. En ik denk dat er niet meer veel kansen komen voor deze olijke, blonde uh, vluchtspecialist. Ja. Wiens naam wij niet mogen noemen. Nee. nee. En ook onze bronnen mogen we niet verhullen. Nee. Maar, maar laten we zeggen dat zijn broer hierachter is. Uh, op dinsdag eet hij altijd een, een Mexicaanse dish. Ja. <laughs> Hey, Onze hebben ze niet, hè? Nee. Die schrijven, die, die, die zetten we met, uh, met, nou, met, een, uh, met een stevige stift, om het zo maar te ja. noemen, zetten we die er ook bij. Uh, dat gaat op één manier kunnen. Ja? En dat is als dus in het begin de groep net iets groter is, uh, alle ja. neuzen dezelfde kant ja. op. En uh, dan moet hij uiteindelijk uh, toch best wel uh, alleen of met heel weinig andere ja. aankomen ja. om dat te kunnen ja. verwezenlijken. Ja. We gaan het zien. Weet je wat ik heb vandaag? Ja, zeker. Ik, ik ga naar het zwembad. Uh, zwembad, uh, snoepzak waarschijnlijk. Snoepzakjes, je wordt niet thuisgebracht. Je loopt maar lekker zelf naar huis. Voor de luisteraar thuis uh, een kinderfeestje. Een kinderfeestje, Weet ja. jij nog dat gevoel dat je vroeger, lang geleden, een kinderfeestje had? Je werd wakker, korte broek aan of een jurkje, de zon scheen, ja. je had een activiteit. Dat waren toch vaak ja. een van de mooiste dagen. Ja. En dan weet je wat het allermooiste is? Ja. Ze hebben vakantie na vandaag. Ja, dat Hoe lekker even, was dat? Dat jij vroeger realiseerde: ja. hierna ja. heb ik nog zes weken vakantie. Mooier wordt het niet in het leven. Als je <laughs> jong bent, wil je het liefst zo snel mogelijk oud worden. Ja. Lieve luisteraar: uh, die nu 5, 6, 7, 8 jaar zijn. Er zijn er veel die de podcast luisteren op die <laughs> dat is leeftijd. normaal hè? Geniet van <laughs> deze tijd. Halleluja. <laughs>